In het buitengebied tussen Hoge Zwaluwe en Drimmelen zijn twee mannen vermoord. In een afgelegen huisje werden hun lichamen gevonden. De politie ontdekte de lichamen gisteravond. Sindsdien wordt er onderzoek gedaan. De politie kan nog niet zeggen over het hoe en waarom van de mannen die zijn omgebracht. In Hoge Zwaluwe is onze verslaggever Hannelore Struis. Hannelore, hoe weet de politie eigenlijk zo zeker dat het hier gaat om moord? Ja, de politie ging vrijwel meteen uit van een misdrijf. En het komt omdat de twee mannen zwaar toegetakeld zijn gevonden. Nou, gebeurde het daar in het buitengebied, afgelegen gebied. Dus zullen er denk ik weinig getuigen zijn, toch? Ja, je ziet het denk ik wel hier achter mij. Het is een echte Brabants plattelandsweggetje. Er wonen niet veel mensen in de straat. Wel sprak ik vanochtend een paar mensen en die vertelden eigenlijk dat het gaat om een vakantiehuisje. Ja, maar schrikkie. Een schrikje. En ja, gisteren om 4 uur, toen moesten wij eigenlijk hier naar huis komen. Maar toen mochten we de straat niet in. Toen een bericht van Omroep Brabant kwam dat er een moord was, dan denk ik ook van ja, wat is er nou toch gaande geweest. Weet u wie er in dat huisje verbleven? Nee. Nee, want het was een vakantiehuisje. Nou, de huisje is helemaal gerenoveerd en opgeknapt en is van het voorjaar pas helemaal klaargekomen. En vanaf die tijd wordt het verhuurd. Nou, de politie is dus druk bezig met het onderzoek. Gaan ze er ook vandaag nog mee verder? Ja, ze zijn gisteren aan het eind van de middag met dat onderzoek begonnen. Daar gaan ze vandaag mee verder, daar gaan ze morgen ook misschien mee verder. Het gaat vooral om sporenonderzoek. Je hoort Jeroen Steenmeijer van de politie. Gisteravond vertelde hij het ons. We zijn nu wel bezig met een uitgebreid sporenonderzoek. We werken daarbij van buiten naar binnen om zoveel mogelijk sporen te kunnen veiligstellen en ook om niets te vernietigen. En dat sporenonderzoek dat zal zeker vanavond, vannacht wellicht een deel van de nacht, maar morgen ook verder gaan hier op deze locatie. De identiteit van de mannen is bij ons op dit moment ook nog niet bekend. Ik verwacht ook niet dat dat niet eerder als morgen of overmorgen bekend zal worden. Ja, het onderzoek gaat vandaag dus nog heel de dag door. En de politie hoopt eigenlijk achter de identiteit van de twee mannen te kunnen komen. Hannelore Struis in Hoge Zwaluwe, dankjewel.